De eerste browseroorlog was een belangrijke periode in de geschiedenis van de webbrowsers, waarin we voornamelijk een conflict zien tussen de Netscape-browser aan de ene kant en de Internet Explorer-browser aan de andere kant, waarin ze beide strijden over dominantie over de browsermarkt. Nu, de eerste grote browseroorlog begint in het jaar 1995, waarin Microsoft beslist om een eigen webbrowser uit te brengen. Internet Explorer 1 was eigenlijk niet meer dan een gelicentieerde versie van de Mosaic browser, die eigenlijk toen nog altijd bestond. Internet Explorer 1 werd meegeleverd in Windows 95 Plus, wat eigenlijk een optioneel softwarepakket was die aangekocht kon worden voor Windows-gebruikers. Nu, kort daarna, 3 maanden daarna, werd Internet Explorer versie 2 al uitgebracht. En deze werd eigenlijk gratis aangeboden. En eigenlijk het grote verschil met de voorgaande versie was dat deze niet alleen gratis te gebruiken was door niet-commerciële gebruikers, maar zelfs door commerciële gebruikers. En dit was ook een groot verschil met de Netscape-browser in die tijd, die enkel voor niet-commerciële gebruikers gebruikt kon worden. Nu, kort daarna werd versie 3 al uitgebracht. En dit was eigenlijk de versie waarin ze eigenlijk uiteindelijk volledig compatibel waren met alle functionaliteiten die al reeds in de Netscape-browser beschikbaar waren. Versie 4 van Internet Explorer was ook een heel belangrijke, omdat met deze release Microsoft besloten had om Internet Explorer standaard automatisch geïnstalleerd mee te leveren met het Windows-besturingssysteem. En uiteindelijk was dit de doodsteek van Netscape. Nu, de periode tussen 1995 en 2001... Dus de periode van de eerste browseroorlog zien we ook als een periode van zeer snelle ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. We zien hier bijvoorbeeld dat beide webbrowsers heel snel hun nieuwe eigen HTML-tags introduceren. Zoals bijvoorbeeld de Blink-tag die enkel ondersteund werd in een Netscape-browser of de Marquee-tag die enkel door Internet Explorer ondersteund werd. Nu, in die periode zien we ook de introductie van JavaScript, die eigenlijk ontwikkeld werd door Netscape om interactieve webpagina's te gaan bouwen. Nu, kort daarna introduceerde Microsoft ook een eigen dialect van JavaScript genaamd JScript. Nu, in deze periode zien we ook dat de cascading stylesheets of CSS meer opkomen om het eigenlijk makkelijker te maken voor webontwikkelaars om hun webpagina's beter te gaan opmaken. Nu, CSS bestond eigenlijk al, werd in het jaar 1994 gestandaardiseerd door het W3C, maar het duurde wel eventjes voordat de grote browsers dit ondersteunden. Nu, langs de ene kant was deze periode een periode van snelle ontwikkeling, maar eigenlijk jammer genoeg ook een periode van destandaardisatie. Omdat eigenlijk de verschillende webbrowsers hun eigen tags introduceerden, maar dit waren geen standaard tags. Dus dat waren tags die niet beschreven waren in de officiële HTML-standaard. Nu, het probleem hiervan was dat webontwikkelaars bepaalde van die tags wilden gebruiken, maar dus eigenlijk enkel konden werken in bepaalde webbrowsers. Daarom kon je ook vaak zien dat bepaalde webbrowsers enkel ondersteund werden door Internet Explorer of enkel ondersteund werden door Netscape. En dit was eigenlijk niet zo'n goede evolutie voor het web. Nu, voor die reden, rond het jaar 1999, besliste het W3C om een Viewable with any browser campagne op te voeren, waarbij dat je ook een icoontje kon toevoegen op je eigen website, waarin je aantoonde van kijk, deze website is compatibel met elke webbrowser. Waarin dat webontwikkelaars aangemoedigd werden om enkel HTML-tags te gebruiken die effectief in de HTML-standaard beschreven werden.
Nu, deze eerste browseroorlog vond niet alleen plaats in de digitale wereld, maar ook in de fysieke wereld. Achter mij kunnen jullie een foto zien van het Internet Explorer team die eigenlijk tijdens de uitbrenging van versie 4 van hun browser beslist had om een grote fysieke versie te maken van het Internet Explorer logo en deze af te leveren aan de voortuin van de Netscape kantoor. Nu, uiteraard, wanneer de volgende ochtend de Netscape werknemers arriveerden op hun werk, waren ze niet zo blij dat er daar zo'n grote Internet Explorer logo stonden. Dus wat ze gedaan hebben, is zeer snel dat logo omgestoten en hun eigen Mozilla logo of mascotte daarop gezet. Nu, je kan het niet zien op deze foto, maar het plakkaatje daar voor de Mozilla-mascotte, daarop staat Netscape 72 Internet Explorer 18, waarin ze verwijzen naar de marktaandelen van deze browser. Omdat in die tijd Netscape nog steeds dominant was in de browsermarkt. Nu, jammer genoeg voor Netscape duurde dit niet veel langer, omdat eigenlijk in het jaar 2001 Internet Explorer volledige dominantie over de browsermarkt had. Een marktaandeel piekte naar 96%, wat eigenlijk voornamelijk veroorzaakt werd door de keuze van Microsoft om Windows standaard mee te leveren, of Internet Explorer standaard mee te leveren met Windows. Nu, automatisch betekende dit ook het einde van Netscape, maar Netscape was niet volledig gedaan, want in het jaar 1998 beslisten ze om de broncode van de Netscape-browser volledig open source te maken en onder te brengen onder de nieuwe Mozilla Foundation, wat een non-profit organisatie was. En eigenlijk de rest van het Netscape-bedrijf werd toen overgekocht door AOL. Nu, AOL probeerde nog eventjes de Netscape-browser levende te houden en verder ontwikkelen, maar het was tevergeefs. En rond het jaar 2007 zetten ze dan officieel alle ontwikkeling van Netscape stop. Nu, wanneer Internet Explorer volledige dominantie had over de markt, betekende dit ook meteen het einde van deze snelle ontwikkeling van nieuwe webfunctionaliteiten. Dit kan je ook zien omdat de volgende Internet Explorer versie eigenlijk pas 5 jaar later uitgebracht werd.